Morgen komt na een jaar tijd een speciaal item in de game. Maar vandaag heb ik Milesmore als eerste gekregen van heel Nederland. En dit is hoe die speelt. Ik speel dus met de Milesmore skin. Oftewel natuurlijk de unreleased Spider-Man skin. Deze komt namelijk volgens mij op mijn hoofd vannacht in de itemshop. En dat betekent dat wij hem dus eerder hebben gekregen van Epic Games. Shout out to Epic, dankjewel daarvoor. Wij zijn trouwens in Brutal Bastion geland. Oké, zullen we naar beneden toe dan? Alsjeblieft. Oh, hij is er meteen gelaunched. Oh, jij lucky bastard. Maar ik wil het in ieder geval even hebben over wat er allemaal nieuw gaat komen. Namelijk in de update van morgen. Want morgen komt er echt een lijpe update aan. Ik bedoel, er zijn wel een aantal positieve dingen. Eigenlijk alleen maar positieve dingen. Het meest grote positieve nieuws is dat de Star Wars dingen uit de game gaan. Want oh mijn god, wat waren die dingen vervelend. Holy damn. Ik gebruik ze zelf daarentegen ook gewoon hoor. En mijn stem is trouwens nog steeds echt helemaal verpest. Ik ben namelijk op dit moment een beetje ziek. Dus ja, mijn stem is gewoon een beetje poep. Je zou toch zeggen dat hier mensen geland waren, maar ik weet niet waar ze nou helemaal heen zijn gedipt, hoor. Als ik zeg maar zo ga praten, dan gaat mijn stem dus weg. Hey, dan moet je niet zo praten. Ja, Dat zeggen altijd oma's toch of zo. Als je zegt, oh, als ik zo doe, heb ik pijn. Ja, dan moet je niet zo doen. Oké, enemy. Maar waarom is dat nou weer een NPC? En dan word ik ook nog gekillstealed. Bro, ik kan daar niet bouwen. Oké. Zie mee. Hoe schiet hij niet? Dacht het even niet, maat. Nee. Of deze guy wilde wachten op het perfecte moment. Of het reactievermogen van 50 seconden. We hebben hier wel allemaal van die drones trouwens. Dat is wel echt nice. Ook al krijg je er nooit echt iets heel erg goeds uit. Maar soms wel. Zoals nu. Nee. Nee, Rick, nee. Willen jullie trouwens dat ik rank ga uploaden? Is even een vraagje aan mij tussen jullie. Want anders dan kunnen we het zeer zeker gaan doen. En ik speel namelijk echt heel veel ranked op dit moment. En ik ben op dit moment Diamond 1. En dat lijkt me wel leuk om daar iets meer mee te doen. Dus laat het weten. Dan kan ik ook misschien wel mijn eerste dub uploaden die ik gehaald had. Ik bedoel, dat kunnen wij namelijk allemaal gewoon doen. En er komt iemand aan. Dat is helemaal daar, maat. Wacht eens eventjes. Wil je al wel killen eigenlijk? Nou, laat me zitten. Ik gebruik wel even dit ding. Prima. Yo, go. Give me my mythic. Nou, nemen we die ook wel weer mee. Prima. Oh, hallo, tjus, hey. Er komt iemand, Go, 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 go. Snel. Even hierheen, want ik wil hem eigenlijk snipen. Wat doet deze guy hier? Oh, huh? Dat is die ene guy. Maar dat is niet iedereen. Is deze guy for real? Was dit een bot of wat was het? Oké, maar er was wel nog iemand volgens mij geland, right? Ik weet alleen nog niet helemaal waar, maar volgens mij hier ergens. Ik zie alleen helemaal niemand. Oh, wat? Wat doet deze guy nou weer? Hij zit gewoon... Wat? Maar wat doe jij? Wacht, hebben we een flare gun of zo? Reroll. Wat krijgen we? Geen flare gun. Ik wil één keer rerollen. Misschien krijgen we hem. Misschien nog een keertje. Nee, we krijgen hem niet. Oké, prima. Ik doe het wel even zo. Dan kan ik tenminste zien waar die is. Ik weet niet waar die uithangt, joh. Oh, Aralist. Kom maar. En nog eentje zelfs. En Bush Warrior. Prima. Nog een paar seconden en dan kunnen we hem zien. En 2, 1. Waar ben jij? Hij is weg. Man, is hem gedipt. Wat? Oké, nou, ik heb geen idee. Prima. In ieder geval, wat er dus morgen nog meer gaat aankomen. Wat het meest lijpe is wat ik nooit had zien aankomen. Dat is namelijk dat morgen officieel de Spider Mythics gaat terugkomen. En maat, dat wordt zo freaking sick, hè. Buiten dat mijn stem morgen alsnog echt gewoon poep gaat zijn. Wel heel sick. Maar eigenlijk even toch nog voor de allerlaatste keer dan deze video de Star Wars meenemen. Dankjewel.
Bedoel, dit ding blijft zo freaking overpowered. Het is echt te insane. Loot Island. Ja, kom maar. Oeh, ik hoorde iemand. Zweepmodus, Rick. Doei. Doei. Verdorie zeg. Man heeft waarschijnlijk nu echt een pokkenhekel aan mij. Wat ik hem ook nog geen groot gelijk in geef hoor. Maar boeien. We gaan wel voor Loot Island. Want die wil ik heel graag hebben. Even deze poppen. Want mijn stem wordt echt erg jongen. Oké, go. Er is hier wel iemand. Loopt hier beneden. Ah, cute. Oh. Alright. Ga je daar weer heen? Oké, nou weet je, ik pak dit ding wel. Prima. Nice. Die man heeft wel de ODM gear. Oh, oké. Die heeft dus ook dat ding. Dit is niet heel chill. Ah, bro. Dat is waarom ik dus zo blij ben als dat ding eruit is, hè. Het is te insane voor woorden. Bro. Ik ga hier wel even weg, oké. Maat. Mannen hebben allemaal die Star Wars dingen, hè. Gewoon allemaal stuk voor stuk hadden ze allemaal gewoon zo'n Star Wars. Blade, zo zie. Oh, dag. Man, ze zijn ook nog te campen bij mij. Oh, ga weg, alsjeblieft. Komt nog iemand aan. Komt ie. Oh, en ik doe natuurlijk geen damage. Wacht. Wat doet hij nou? Ontbouwt niet eens. Omhoog. Dankjewel. Had hij trouwens ook nog iets leuks of niet? Je had ook een Mythic. Je had ook nog twee Slurpees. Die heb ik niet nodig. Maar deze wel. Dankjewel. En een ODM heeft deze guy. Die wil ik eigenlijk wel van mee. Oh, hij is gecaptured trouwens. Damn it. Oh, dat wou ik niet. Oké, sure. Go. Zit daar nog iemand? Ah, ze zijn wel gebouwd. Maar I don't know. Ja, hij kan ook nog verdwenen zijn. Weet niet. Misschien is Hans Kazan, ik weet niet. Oeh, kom jij eens even bij. Oh. Waar is hij? Damn it. Oh,
Oké. Nee! Kom hier! Hij is daar. Niet gehit worden nu. Waar is hij? Hij is hier ook nog ergens. Kom hier! Nou, in ieder geval, morgen update video. Ik ga nog even mijn bed in.